Het is algemeen bekend dat Peter Geel is en Wendy van Hout, nou ja, eigenlijk alleen Peter, Wendy geniet er alleen van, heel veel geld hebben. Zoveel zelfs, dat die oliebol helemaal niet betaald wordt voor dat verschrikkelijke programma, massa is kassa. Niet gek ook trouwens, welke idioot zou daar nu voor gaan betalen? Meneer Pest op het beeldscherm. Het zou wel lekker zijn voor Wendy, af en toe verschijnen voor de camera's die eigenlijk bedoeld zijn voor je man en dan ook nog eens verdienen. Dan heeft zij ook nog een extra zakcentje naast de verdiensten van het besturen van de apparatuur op de kermis. Gek genoeg was Wendy interessant genoeg om geïnterviewd te worden door axet.nl, vast bij gebrek aan Peter. Ze vroegen haar ook hoe het is nul meter te leven van het vermogen van Peter, die overigens moet stoppen met het onderhouden van goldigers. Ze had moeite met het beantwoorden van de vraag, maar die gied deed toch wel haar best. Hoe moet ik die beantwoorden? Dat vind ik eigenlijk wel een interessante vraag, begint ze. Aan de ene kant is het niet anders als je zielsverwant met iemand bent, dan is het geld helemaal niet belangrijk. En het speelt ook helemaal geen rol. Daar geloven we natuurlijk helemaal geen hout van. In dit geval kan je er natuurlijk niet omheen. Ik vind het ook wel leuk. Goh. Toen er werd gevraagd hoeveel ze betaald krijgen voor het programma Massa is Kassa, gaf ze een antwoord die we zelf ook hadden kunnen bedenken. Hoe kan het ook anders? Hoeveel krijgen jullie betaald door tolpen voor Massa is Kassa? Vraagt de interviewer. 0. Niks, Peter zegt altijd dat hij niks om geld geeft, laat Wendy weten.